Mijn tekst is klaar, maar het is tamelijk laat. Ik zal het maar niet zeggen, maar het is 7:15. Ik zeg het toch. Daily Minutes 15:38 met een uitzending voor vandaag. 31 januari 2019. Dit is het bulletin van donderdag. Hij moet dus zonder fouten, wil ik tenminste, de 7 uur halen. De data vandaag is een herhaling van gisteren. Ik had toen 2 afbeeldingen in MFSK 128, beide getiteld Monkey Business. Ik denk dat ik het er wel eens vaker over gehad heb, maar ik ben al vanaf het begin dat ik in de zendhobby geïnteresseerd ben. Gek van transceivers die klein zijn en eenvoudig. Of beide. Nog klein of eenvoudig, of beide. Dat begint toch goed met al die versprekingen. Ik ga verder. In 1973 kwam ik als eerste publicatie over de zendhobby in aanraking met het Elektron en de rubriek Reflecties, waarin Dick Rollema, PNL-SE, iedere maand weer allerlei wetenswaardigheden over de hobby etaleerde. Waar die man het vandaan had in een tijd zonder internet, waarin nagenoeg alles per posterijen werd verstuurd. Geen idee, maar hij was al snel als een popidool voor mij. Samen met enkele gelijkgestemde vrienden verzuchtte ik wel eens als we toch eens zo'n rubriek zouden kunnen maken. En ik meende het. Op het moment dat ik nog niet dacht aan het zelf schrijven van verhalen of artikelen en daar ook nog voor betaald krijgen. Rollema had geregeld stukjes over eenvoudige zenders of zendontvangers, ofwel met één buis of op een Pixie 2-achtige manier. Ik heb in de Daily Minutes de Optimist transceiver wel eens eerder beschreven. Nagenoeg al die zendontvangers die werkten in CW, dat was makkelijk om te maken en je hebt een stuk minder zendvermogen nodig als je op de seinsleutel werkt. Helemaal enthousiast werd ik toen ik een keer bij een vriend van me op bezoek was, PA3 AGW, die toen nog in Amersfoort woonde, die een Heathkit HW7 bleek te hebben en die, terwijl ik erbij zat op 40 meter met de seinsleutel, met die 2 of 3 watt uit dat apparaat, de ene CW-verbinding naar de andere zat te maken. Ik was totaal gebiologeerd. Als antenne gebruikte hij een sloper van een aantal meters in de achtertuin, die hij met een afstemspoel van een oude 19Z, zo'n ronde met een grote knop erop, had afgestemd. Hoe kon het nog simpeler? Dit was alles voordat ik zelf een A-machtiging had en de eerste publicaties hierover die las ik 2 jaar voordat ik zelfs een C-machtiging had, die eerste elektrons die ik zag. Met de A-machtiging was ik in eerste instantie alleen op 10 meter QFV, weliswaar met laag vermogen, maar met verschillende omgebouwde 27MC-apparaten die allemaal in AM werkten. Die mode werd toen op 28 MHz nog veel gebruikt. Daarna kocht ik een FT7, ook een min of meer QRP-apparaat, en niet lang daarna had ik de gelegenheid om mijn amateurstation uit te bouwen tot eentje die bij een conteststation niet zou misstaan, inclusief een zendvermogen dat helemaal aan de andere kant van de schaal ten opzichte van QRP zat. Ik bleef altijd met QRP experimenteren, maar ik genoot ook van die lange gesprekken die bij een signaal van S9 en nog wat meer in SSB op de korte golf mogelijk waren. Ik heb al eens 1,5 uur met een gepensioneerde Amerikaanse treinmachinist over diens werk zitten praten. Ja, de condities waren eind jaren 70, begin jaren 80 ook iets beter dan dat ze nu zijn. Je raakt daar snel blasé van en dat gebeurde mij ook. Nadat ik met het grootste gemak meerdere certificaten van de ERRL wist te behalen en vervolgens ook nog een hele rij van zegeltjes die je dan weer onder dat certificaat kon plakken, had ik het na 1 jaar of 2, 3 met dat QRO werken wel gezien. Ik heb vervolgens opnieuw een periode van veel zelfbouw gehad, zoals ik die voordat ik de FT7 kocht ook had gehad. Die gingen gepaard met vooral veel lokale QSO's, ja, over de techniek en minder op de afstand. Vanaf de tweede helft van de jaren 80 doofde door allerlei zaken in mijn leven mijn interesse voor de zendhobby wat op. En begin jaren 90 stopte ik vervolgens nagenoeg geheel met de zendhobby en ik wilde toen ook niet meer zendamateur worden genoemd. Toen ik begin 2006 opnieuw met de zendhobby begon, kocht ik eerst een Porto en vrij snel daarna een mobiele transceiver voor 72, omdat die Porto bij de lange doorgangen die ik hield soms wel wat erg warm werd. Meteen daarna kocht ik een QRP transceiver voor 10 MHz, omdat ik daarvoor nooit op de warkbanden had kunnen werken en ik vond het zo leuk dat 10 MHz in die tijd nog CW-only was. Ik heb in de jaren erop diverse soortgelijke apparaatjes van allerlei pluimage gekocht, allemaal gekenmerkt door een zendvermogen van 5 watt of nog een stuk minder en een enorme eenvoud, sommige geschikt voor het werken op ingebouwde batterijen en allemaal CW. Ja, en nu maak ik een sprong in de tijd. De PA3 ANG die maakte mij 1 jaar of 3 geleden attent op een heel bijzonder transceivertje in dat opzicht dat ik niet bleek te kennen. Echt goedkoop is hij niet. Hij kost momenteel tegen de €300. Maar het is een opmerkelijk apparaatje, de LNR MTR 3B, oftewel de Mountain Topper.
Het hele zendontvangertje is, let wel, 9,5 bij 6 bij 2 centimeter groot. Hij kan 5 watt geven op een 12 volt voeding, maar hij kan als een van de weinige van dit soort apparaatjes ook werken op een blokbatterijtje van 9 volt en dan geeft hij nog altijd 2,5 watt. Bij 6 volt doet hij het overigens ook nog. En het hele dingetje dat weegt 115 gram. Hij heeft een ingebouwde automatische seinsleutel en wordt met een aantal eenvoudige knopjes bediend. Het enige dat eigenlijk aan het apparaat ontbreekt is een antennetuner. Volgens mij de enige die dat in deze klasse van apparaten heeft is de KX1 van Aerocraft. Maar daar is de prijs van het apparaat ook naar en die tuner die kost ook nog extra geld. Het merk LNR is hier niet zo bekend, maar ze maken ook grotere transceivers, die, ja, tenminste mobiel formaten, die er allemaal enigszins anders uitzien dan dat wij dat van transceivers gewend zijn. Van de MTR-3B is inmiddels ook een nieuwe versie beschikbaar met een LCD-uitlezing voor $50 meer, maar het originele apparaatje is binnenkort ook weer leverbaar. Voor wie een kijkje wil nemen, en nee, ik heb geen aandelen of andere verbintenissen met het bedrijf, ik heb ze zelfs nog nooit gesproken, maar de website is www.lnrlimanovemberromeoprecision.com. Dus LNR en dan Precision. www.lnrprecision.com. Vervolgens bovenaan op store klikken en dan op transceivers. Heel bijzonder deze apparaten van dit bij ons in Nederland tamelijk onbekende merk. Elements zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
naar het toer.